Veel meer eerstejaarsstudenten in Eindhoven tijdens introweek. Honderden mensen staan stil bij oorlogsslachtoffers in Oud-Indië. En vakantie in de eigen wijk tijdens de kindervakantieweek. Mag ik even storen? Ja. Lucht dat op? Ja, best wel, ja. Je hebt wel wat opgekropte woede. Nee, dat valt wel mee. Maar het is voor het goede doel. Dus, wat is het goede doel? Ja, studententijd. En die studententijd brak vandaag aan voor de ruim 2100 deelnemers van de introductieweek van de TU Eindhoven. Hoe gaat het tot nu toe vandaag? Ja, prima. Leuke dag. Hoe is de sfeer vandaag? Ja, wel lekker. Iedereen is toch wel blij dat het niet regent in ieder geval. Het waait een beetje, maar dat is nog te overzien. En iedereen kijkt wel blij. Iedereen heeft er zin in ieder geval. Lekker gezellig. Alleen het weer moet een beetje beter worden, maar als er regent, ja, we maken er wat van. Got to meet good people here. So many friends from international, so it's good. Ja, het is redelijk leuk hier, ja. Ik ga dadelijk fietsframe frommelen. Je gaat wat? Fietsframe frommelen. Nou, het is de bedoeling dat dadelijk elk introgroepje een fiets krijgt. En die zal gefrommeld worden met niks anders dan alleen de vuisten en de stoep. En die moet dadelijk door dat frame gefrommeld worden. Degene die als eerst klaar is, die wint. Nou, zijn er dit jaar ook meer meiden? Heb je daar al iets van gemerkt? Nee, dat is, hier valt het een beetje tegen. Hoe is het als meisje in de techniek? In het begin is dat heel imponerend, maar je leert ermee omgaan. Het is best prima. Je hebt heel veel aandacht in het begin. Ja, als meisje, ja, je moet een beetje tussen de jongens komen, maar het moet wel lukken als je hier als meisje inschrijft op werktuigbouwkunde. Dan ben je wel serieuzer dan de jongens meestal. Jij verwacht dat het een gevaarlijke week gaat worden met die helm? Ja, je moet overal voorbereid zijn. Het is echt levensgevaarlijk. Valt hier van alles uit de lucht, bier, ik weet helemaal niet. Dus, waar is dat bier dan? Dat mag nog niet. Het mag om 9 uur pas of zo. Heel jammer. Wat verwacht je van deze introductieweek? Bier drinken? Waar is dat bier dan? Dat mag nog niet, officieel. Dus het is er nog niet. Nee, jammer genoeg niet. Op zich wel zin er nou. Onzin. Ja, waarom? Moet gewoon gezopen worden. Ja, gewoon gezopen worden. Ik ben toch 18? Mag toch gewoon? Nou, hoor ik van verschillende mensen hier dat ze het bier overdag toch wel een beetje missen? Dat valt waarschijnlijk wel reuze mee hoor. Het is overdag drinken we nu geen bier, maar 's avonds kan iedereen genieten van een biertje mocht diegene dat willen. Oh, dat maakt me niet uit. Ik drink niet. Oh. Dat scheelt. Maar er zijn wel meer meiden. Dat maakt me ook niet uit, want ik heb mijn vriendin. Dus... Ah, dat wordt een saaie week voor jou dan. Heel saai. Maar ik ga weer verder even.